Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met mevrouw Isaura Morsen. Dit is een jonge dame, zeer veelzijdig. We gaan kennis maken met haar en zij gaat ons een beetje vertellen waarmee ze allemaal bezig is. Een van haar belangrijkste taken is het feit dat zij voorzitter is van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging. Isaura, welkom in Q-Time. Leuk dat je erbij bent. Dankjewel voor de uitnodiging. We hebben een heel kort voorgesprekje gehad en daaruit bleek al dat je enorm veelzijdig bent. Dus laten we alvast even kennis maken met jou, persoonlijk. Oké. Nou, zoals je al hebt gehoord, mijn naam is Isaura Morsen. Ik ben 24 jaar jong. Ik ben als jurist verbonden bij Women's Rights Center. Ik werk op een advocatenbureau. Ik hou me bezig met sociale projecten. Ik ben voorzitter van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging. En ja, ik hou van koken. Oké, dat zit in een nutshell. Ja. Een hele grote nut, maar oké. Goed, vertel ons wat meer over de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging. Dat vind ik wel interessant. Daar ben je voorzitter van. Wat doet de vereniging? Ja. Nou, de vereniging is eigenlijk een studievereniging. Studievereniging van de juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit. En zoals je al hoort, een studievereniging. Het houdt zich bezig met die studiestrik, die rechtenstudie. En bij deze faculteitsvereniging kunnen studenten van de juridische faculteit zich eigenlijk aansluiten. We houden sociale activiteiten, we houden academische activiteiten. Om een voorbeeld geven van een sociale activiteit. We hebben recentelijk hebben we onze, hoe noem je dat, een uitje naar, ik ben vergeten hoe die plek heet, maar het was buiten de stad. Dus dat is een beetje sociaal. En dan hebben we ook onze academische activiteiten. Vandaag gaan enkele van onze leden naar de Nationale Assemblee om een vergadering bij te wonen. Er zijn kantoorbezoeken, wat hebben we nog meer? Debatten, seminars, al dat soort dingen. Okay. Dus dat organiseren we eigenlijk voor rechtenstudenten. Oké. Okay. En ben jij nog steeds student of ben je al afgestudeerd? Nee, ik ben augustus vorig jaar afgestudeerd. Mm-hmm. Maar je bent nog steeds verbonden aan de vereniging. Ja, dus eigenlijk... Het was zo leuk dat je niet weg wil. Ja, ja, dus eigenlijk was het de bedoeling dat het eerste bestuur, de eerste bestuursleden, 2 jaar zouden zitten. Zodat we, omdat wij eigenlijk, we hebben het opgericht en we zouden het dus eigenlijk netjes moeten afdragen met al onze kennis. Yeah. Want eerste jaar heb je allerlei kinderziektes en het tweede jaar doe je dan wat beter en zo kan je dan ook beter afdragen aan de volgende bestuurders. Dus dat was eigenlijk onze mindset. Een paar zijn afgetreden, maar ik ben dus gebleven. En die kennis die ik heb opgedaan gedurende deze 2 jaar, zal ik daar overdragen aan de volgende bestuurders. De volgende groep, oké. Okay. Verder ben je ook nog verbonden aan het Women's Rights Center. Waarom spreekt dat je aan? Wat is de reden voor je keuze om daarmee bezig te zijn? Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben een dame, ik ben een vrouw. En ik heb altijd het gevoel gehad om te komen voor vrouwenrechten, omdat we eigenlijk een groep zijn, niet alleen binnen de samenleving, over de gehele wereld, dat eigenlijk vaker onderdrukt wordt. Dus ik zou toch wel een stem willen zijn voor die groep. En dat is ook de reden dat ik me heb aangesloten bij Women's Rights Center. En wat doe je bij het Women's Rights Center? Ik ben daar verbonden als jurist, dus ik hou me meer bezig met het vertalen van juridische stukken, wetsartikelen, verdragen, dat soort zaken. Ja, oké. Okay. Maar dus dat is ook echt je baan? Nee, dat is meer sociaal. Mijn baan is zelf dat ik werk bij een advocatenkantoor. Oké, okay, daar werk je dus inderdaad gewoon fulltime, je hebt een job. En dit doe je eigenlijk een beetje als giving back. Ja, dat is waar. Oké. Okay. En wat je ook nog doet, is dat je laatst jurist bent geweest bij een paneldiscussie. En het ging over het strafbaarstelling, de wet op strafbaarstelling, belaging en femicide. Dat heeft ook allemaal te maken met vrouwen. Dus in principe staat dat vrouwenrechten ding best wel hoog op jouw agenda.
Ja, dat is waar. Ja, ja. Klopt helemaal. Ja, oké. Okay. Jij was jurist bij de discussie, de paneldiscussie, maar van wie kwam de paneldiscussie? Van waar kwam het initiatief? Nou, het paneldiscussie, of ja, het paneldiscussie, hoe zeg ik dat goed? De paneldiscussie, oké, okay. Dank u wel. Ja, de paneldiscussie is eigenlijk als idee gekomen van Women's Rights Center in samenwerking met Stichting Between the Lines en als ik het goed heb, Stichting ECNO of gewoon organisatie ECNO. En deze drie organisaties hebben samen de paneldiscussie in elkaar gezet. Maar alvorens de paneldiscussie eigenlijk georganiseerd werd, hebben Stichting Between the Lines en Women's Rights Center een onderzoek verricht binnen de samenleving. En we hebben die onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de Nationale Assemblée en aan de minister van Justitie en Politie. En we willen toch wel deze resultaten ook aan de samenleving presenteren. En ook meer awareness brengen voor de wet strafbaarstelling belaging. Omdat die wet eigenlijk rond die periode 10 jaar geleden, precies 10 jaar geleden, in werking is getreden. En ja, dat is dus eigenlijk de reden geweest voor het onderzoek. En om die resultaten te presenteren, hebben we dus dan tezamen daarmee een paneldiscussie georganiseerd. Oké, en wat houdt die wet precies in? Belaging en femicide, wat betekent dat? Nou, femicide hoort daar niet per se bij, maar zou een gevolg kunnen zijn van belaging. Belaging houdt kort gezegd gewoon in stalking. En die wet houdt zich bezig met het strafbaar stellen van stalking. En femicide, in de meeste gevallen van femicide, is het zo dat er belaging van tevoren is afgespeeld. Belaging of bijvoorbeeld huiselijk geweld. En vandaar dat we dan femicide als gevolg daarvan, als mogelijk gevolg daarvan, gelijk hebben betrokken erin om eigenlijk de ernst ervan aan te geven. En femicide, voor de duidelijkheid, is het vermoorden van vrouwen, toch? Heb ik het goed? Klopt, want ik had nog nooit van het woord gehoord. Dus ik denk... Serieus? Dat, nee, ja, serieus. Okay. Ja, ja. Nee, het is het dit is jouw vakjargon. Dit is niet het vakjargon van elke dag onze Surinamers. Alhoewel we misschien wel ermee te maken krijgen als vrouw. Maar nee, femicide is niet een dagelijkse woordkeus. Maar daarom is het wel goed dat we het even erover hebben. Want in principe komt het erop neer dat de wet dus gaat over een stalken. En eigenlijk stalken die zo ver uit de hand loopt dat het leidt tot eventueel het aanvallen of vermoorden van vrouwen. Dat is wel best heftig. Ja, dus even om je te corrigeren. In die wet geven ze eigenlijk niet aan waar het naartoe kan leiden. Maar omdat er onderzoeken zijn gedaan, weten wij dat het er naartoe kan leiden. Want er zijn heel erg vormen van bijvoorbeeld belaging, stalking. Als iemand bijvoorbeeld je blijft achtervolgen of iemand je cadeautjes blijft sturen die ongewenst zijn. Of ja, blijft opbellen en je wil dat niet, valt dat onder belaging. En dat zijn meestal die gedragingen die voorkomen voordat de persoon, of in dit geval, want er zijn heel veel gevallen geweest van vrouwen die zijn vermoord. En dat zijn eigenlijk de gedragingen die daarvoor plaatsvinden. Om een voorbeeld te noemen dat van, als ik het goed heb, die mevrouw, die Tuana, die was vermoord door haar partner. Hij bleef haar bellen en hij heeft er ook gevraagd van, zou je me willen ontmoeten? En ze heeft hem ontmoet. Eigenlijk was het contact van hem ongewild, maar omdat ze volgens mij, omdat ze wilde stoppen, heeft ze hem ontmoet en toen, daar was het fataal. Dus deze gedragingen zijn eigenlijk voor femicide, vandaar dat het erbij hebben betrokken, maar de wet heeft het niet over femicide. Oh, de wet heeft het alleen maar over belaging. Klopt. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we ongeveer 5 andere programma's moeten maken daarover. Ik denk niet dat we een programma hierover gaan kunnen hebben, maar het is wel enorm interessant. Dus misschien moeten we alvast een follow-up beginnen te bespreken met jou daarover. Dat we het daarover kunnen hebben, want ik vind het wel bijzonder interessant. Maar laat me je deze vraag ter afsluiting stellen. Vrouwenrechten, als ik zo naar jouw verhaal luister, zijn best wel een ding voor jou. Weet je? Het is een prioriteit, je sluit je ook echt aan, je zet je er ook echt in voorin. Wat is het belangrijkste dat jij, want je bent jurist, dus wettelijk zou
kunnen of willen veranderen. Mm-hmm. Wat denk je dat nodig is? Wat gaat jouw speerpunt worden van jouw carrière? Van ik wil echt dat deze wetgeving of dat deze organisatie dit en dit en dit doet voor vrouwen, zodat vrouwen het beter hebben. Wat is het belangrijkste voor jou dat aangepakt moet worden, waar je voor hard wil maken? Oké. Tijdens mijn bachelorstudie, of aan het eind van mijn bachelorstudie, heb ik dus een onderzoek gedaan naar een femicide modelwet. En deze modelwet is eigenlijk een soort van modelwet voor staten in de regio. Als ik het goed heb, was het OAS. Ik moet even weer terugdenken. Maar ja, OAS. En ze kunnen deze modelwet eigenlijk gebruiken om een nationale femicide wet eigenlijk op te maken. Ze zouden kunnen kijken naar heel wat artikelen en die overnemen. Of eigenlijk aan de hand van die artikelen die er bestaan, zouden zij hun eigen artikelen kunnen formuleren om femicide eigenlijk tegen te gaan. Dus ik heb in mijn onderzoek gepleit dat er eigenlijk zo'n femicide wet zou moeten komen voor Suriname. En er is nog niet veel eraan gedaan. Bijna helemaal niks. Die modelwet is eigenlijk wel aangenomen, om het zo te zeggen. Maar ik heb helemaal geen uitwerking ervan gezien. Dus dat is wel iets dat ik zo mensen in Suriname, omdat het niet alleen, als ik het goed heb, repressief werkt, maar ook preventief. Dus dat het voordat die handelingen van in het bijzonder mannen overgaat tot femicide, zijn er heel wat preventieve zaken, preventieve handelingen die gepleegd kunnen worden om het te voorkomen. En dat geeft die wet eigenlijk aan. Maar als we die wet niet hebben, dan gaat het niet echt lukken. Oké, dus dat is waarvoor jij je hart wil maken. Oké, Isaura. Ja. Ja. Ik vond het een heel erg interessant om met je te praten. Ik heb je beloofd, we komen terug op dat belagingsverhaal. Want ik denk dat dat een... en je hebt een nieuw woord geïntroduceerd. In ieder geval bij mij, femicide. En dat is ook waarvoor jij je sterk wil maken in je carrière. Ja. Dus dat is een ding. Dus laten we het erover hebben, als vrouw. Ja. Anyway, je bent een duizendpoot. Ik zou je vanuit deze plek enorm veel succes willen wensen met alles wat je aan het doen bent. In je carrière, in ontwikkeling en ondersteuning van vrouwen. En ik zou zeggen, geef niet op. Want dat is de enige manier waarop het gaat lukken. Zeker weten. Ja? Hartelijk bedankt. Ja. Succes. En tot gauw weer. Ja. Ja, tot gauw. Afgesproken. Bye bye. Ooh. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek met Isaura Morsen. Deze juridische duizendpoot kan je er wel noemen. Heel erg interessante jonge Surinaamse vrouw die zich wil inzetten voor de rechten van vrouwen in Suriname. En zoals beloofd gaan we nog een keer terug naar haar, omdat ze veel meer informatie en interessante topics kan bespreken die hiermee te maken hebben. Mag ik u bedanken voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende aflevering. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.